Car Wash Dodan, de modernste wasstraat van België. Pak nu als eerste uit met een polierstation voor een unieke diepglans en een langdurige bescherming. Ontdek nu dit verbluffende resultaat met ons nieuwe Gold-programma. Car Wash Dodan. Uw auto was nog nooit zo proper. Op zaterdag 23 juli ging voor de 26e maal de Memorial Raskaart door en dat op de atletiekpiste van Ninove. De weergoden waren onze sporters alvast goed gezind. Men kreeg hiervoor dan atletiek van het hoogste niveau aangeboden tot in de late uurtjes. Onze reporter van Ninove Media, Joris Troch, ging even praten met enkele topatleten en voorzitter Peter Blikkie. De meeting is genoemd naar een voormalig atleet van de club, veronderstel ik, Geert Raskaart. Wie was Geert Raskaart eigenlijk? Kan je hem eens beschrijven? Wel, Geert Raskaart was inderdaad een van onze jonge, talentvolle atleten. Die jammer genoeg overleden is na een marathon. Op terugweg van een marathon is hij bezweken aan een hartstilstand. En eerder als een eerbetoon voor Geert hebben we een van onze avondmeetings genoemd naar hem. En dat is eigenlijk op een paar jaar tijd uitgegroeid tot het wat op dit moment is. Dus eigenlijk een top 50 meeting in de wereld. Absoluut. De Ivo Van Damme Memorial van Ninove, bij manier van spreken. Maar met iets minder financiële middelen, maar met heel veel gemotiveerde medewerkers. Marieke Vervoort, topatleten eigenlijk bij het wielen. Welke afstand ga je rijden vandaag? Vandaag staat de 100 en de 200 meter op programma. En wat zijn de vooruitzichten en hoe voel je je? Ik heb al een paar mindere dagen achter de rug. Ik voel me niet echt goed, maar ja, gewoonlijk als ik in mijn wieler zit, probeer ik dat van mij af te zetten. En ja, ik kan niet anders doen dan vlammen en hopen van een goede tijd te halen. Ja. Ik heb de limieten gereden voor Rio. Hopelijk ten 30 juli weten we of dat we effectief mogen gaan, maar het ziet er goed uit. Dus, Deze piste staat bekend als een snelle piste. Speelt dat ook bij het wielen een rol? Dat speelt een hele grote rol bij het wielen. Bij de loper speelt dat niet zo'n grote rol. Maar voor ons zakken die wielen ook meer. Als een zachte baan is, zakken die wielen ook meer in die zachte baan. Als de baan hard is, is die ook snel. Dus een vliegtuig dat stijgt ook op stevige beton. Maar een vliegtuig kan ook niet goed opstijgen in zand. Hè? Dus hoeveel te harder dat de baan is, hoeveel te sneller dat wij kunnen rijden. Dus is dit ideaal om een record te rijden of goede treintijden te kunnen rijden? Dat is heel belangrijk. Je haalde Rio al eventjes aan. Wat zijn je projecten voor de toekomst eigenlijk? Ik zou zeker Rio nog willen meedoen. Maar ja, iedereen weet dat ik een progressieve aandoening heb. En ja, ik zeg het nu wel, maar ik weet niet of dat effectief zo is. Maar ik heb wel in het hoofd van na Rio ermee te stoppen. Omdat ja, het gaat toch wel veel te snel achteruit met mijn aandoening. En ik moet het altijd achteraf bekopen na een zware inspanning. En nog even genieten van het leven. Mijn bucketlist afmaken. Ik heb nog een paar grootse plannen die ik wil doen. En ja, wie weet kruip ik nog in de wieler. Wie weet van niet. Allee, ik had ook vorig jaar al na Doha gezegd van zou ik nog wel verder doen. Ik heb nu de kers op de taart gehad. Ik heb alle prijzen gehaald die ik maar kan halen. Maar ja, als je nu ziet wat voor een mooi seizoen dat ik weer achter de rug heb. En met Rio in het vooruitzicht, ja, dan is het toch weer de moeite waard. Dus zeg nooit nooit. Hè. Wie wil je graag straks kussen? Dylan. Dylan? Niet Kevin? Nee, Dylan. Joyce, proficiat met het resultaat. Wat vind je er zelf van? Het verbaast mij een beetje. Maar ik ben er inderdaad heel blij mee. Ja. Hoe lang doe je aan deze sport al? Een jaar en een half nu ongeveer. Dus redelijk recent. Ja. Even goed willen doen dan Marieke Vervoort? Is dat de ambitie? Ja, zeker. Misschien, ja, wie weet zelfs beter. Maar dat is misschien voor het moment wat hoog gegrepen nog. Jolien, ik vernam net van Peter dat je het stadionrecord hebt verbroken bij het hamerslinger. Wat heb je geworpen eigenlijk? Ik heb vandaag 63,75 geworpen met de hamer. En dat is inderdaad goed voor een stadionrecord. En wat zijn de ambities voor de toekomst eigenlijk? Voor de toekomst, ik wil graag 70 meter gooien. En hopelijk volgend jaar al, want dat zou ook genoeg zijn voor mee te doen aan het wereldkampioenschap. Wat ik zie dat wel lukken eigenlijk. Dus ja, mijn ambities zijn groot. Kevin, félicitations avec votre victoire. Vous êtes en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Comment vont les affaires? Ça va. Aujourd'hui, je voulais avoir une bonne journée d'entraînement. Donc, j'ai fait 200 mètres et puis 400 mètres. Des chronos corrects.
Je sais que je peux aller vite cette année. Il faut maintenant trouver le rythme et pouvoir sortir un bon chrono à Rio. Et the Flying Tornadoes ou the Red Tornadoes, les préparations, ça va aussi? Ouais, très bien. On a vu aujourd'hui Dylan qui fait un season best. On est quatre à monter en puissance et je pense que ça va aller très 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 vite. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennenstreek via info@ninovmedia.tv of 0495 69 32 72.